Welkom bij de demo van vandaag. Vandaag ga ik laten zien hoe een stukje van ons nieuwe portal. En daarnaast wil ik graag wat laten zien van Coisti. Wat ik wil laten zien is hoe je een instant volume mount kunt gaan koppelen. Waardoor je dus van een bepaalde schijf een bepaald bestand terug kunt halen. Nou, hier hebben we ons nieuwe portal. Dit is wel de development omgeving. En hier kun je dus zien op het moment dat jij Coisti bij ons hebt als dienst. Dat je hier een knop hebt met daarin overzicht, backup report, e-mail rapportage. Nou, als we naar overzicht gaan, dan zie je de verschillende backup jobs die je hebt. Kun je vervolgens naar bekijken. Hier staan verschillende backup jobs. Nou, vervolgens zul je hier zien dat er een knop staat, Coisti Portal. Nou, dit zegt ook meer inzicht in uw backups en jobs. Nou ja, zodra je op deze knop klikt, kom je dus in de Coisti-omgeving van jouw eigen backups. Je hebt dus een eigen username met de eigen organisatie en daar een bijbehorend wachtwoord. Nou, ik heb hem voor de gemakkelijkheid heb ik hem al openstaan. Hier zie je namelijk mijn verschillende jobs. Ik heb een backup job van 10 RP. Een RP staat voor de retentieperiode waar ik het al eerder over had. En ik heb er een van 7 RP. Nou, laten we eens gaan kijken in de backup job van 10 RP. Hier kun je ook zien wanneer de jobs gemaakt zijn, hoe lang ze geduurd hebben, et cetera. Dus als we nou gaan kijken naar wat draait er dan allemaal in die job, welke VM's hangen eraan vast, kunnen we dat hier heel mooi zien. Eerder heb ik al gesproken over auto protection. En hier kun je ook zien dat ik een geheel org-VDC gekoppeld heb aan deze job. Dus op het moment dat ik nou binnen deze org-VDC een nieuwe VM toevoeg, wordt deze automatisch vannacht in de nieuwe backup meegenomen. Nou, wat we dus graag willen is een bestand terughalen. Ik ben een bestand kwijt als klant. Nou, dat kan dus via allerlei opties binnen Coisti. Zo kunnen we valse folders restoren, een volledige VM, een fysieke server zelf. We kunnen zelfs een MS SQL backup terugzetten. Maar in dit geval wil ik graag een instant volume mount maken. Dat doe ik door hierop te klikken. Maar wat ik hier vervolgens doe is mijn Windows server geef ik hier op. Nou ja, wat ik dus doe is een Windows Server 2019 heb ik voor deze demo aangemaakt. Deze hangt aan de job Timo Daily 10 RP. Nou, de laatste backup is geweest 14 uur geleden. Dus dat was vannacht om 2 uur. Dus vervolgens kan ik deze selecteren. En voor het gemak geef ik hier gewoon aan. Nou ja, standaard wordt hier al meegegeven op de meest recente. Maar hier kun je dus verschillende tijdstippen meegeven wat je wilt. Hier krijg je een kalenderoverzichtje met wanneer je een backup hebt. Nou ja, ik laat hem staan op 28 januari, dus van vannacht. Vervolgens ga ik naar Next Recovery Options. En wat ik hier dus heel graag wil en wat dus heel mooi is aan de Instant Volume Mount, is dat ik een volume kan meegeven. Dat doe ik door deze niet aan te vinken, want dan krijg je alle volumes. Maar wat ik dus hier zeg, nou, ik wil de e-schijf wil ik graag hebben. De e-schijf ben ik een bestandje van kwijt en die was er gisteren nog wel. Dus vannacht tijdens de backup ook. Dus wat ik nou doe, ik selecteer hier de e-schijf. En vervolgens moet ik hier nog even meegeven. Ja, zelf zet ik hem altijd even op de goede interfacegroep, zodat ik zeker weet dat hij een verbinding krijgt. En dan kun je de recovery starten. Nou, je kunt nu in het overzicht zien dat hij bezig is met de restore. Uiteraard voor deze demo heb ik het gisteren al eens eerder getest. En hier kun je ook zien van hier is een backup gerestored. Nou, deze heb ik inmiddels gedestroyed omdat hij niet meer nodig is. Want wat een live volume mount doet, die zorgt ervoor dat een volledige e-schijf in dit geval uit de backup storage gekoppeld wordt aan de VM. Dus we kunnen dan zometeen ook vanuit de VM deze schijf die we gekoppeld hebben via disk management toevoegen. En op die manier het bestand terughalen. En dat ga ik zo ook laten zien. Kan altijd even duren. In dit geval zal het niet heel lang duren omdat het maar om één bestand gaat. Maar stel je voor je hebt een schijf waar 300-400 gig aan data op staat. Dan kun je je voorstellen dat het even gaat duren. Nou, we zien inmiddels dat die succesvol afgerond is. Hier zie je ook succesvol. Dus wat we nu gaan doen is naar de Windows VM. Ik heb hem al openstaan in een remote desktop verbinding. Dus wat ik hier nou kan doen is, ik ga naar disk management. En wat je hier zult zien is dat er een extra schijf in één keer beschikbaar is. Kan zijn dat ik er even moet refreshen. Maar nee, hier staat hij al. Disk 2, dus een schijf met 10 gig. Dus dat is dus ook de e-volume. Dus wat ik nou kan doen is heel simpel. Ik zet de schijf online. Nieuw volume F. Dus nu kan ik in mijn File Explorer kan ik gaan kijken naar nieuw volume F.
En hier zie ik inderdaad, hey, een backupje van 27.1. En ja, dus wel heel toevallig dat de tekstfile Go Beyond heet. En ja, binnenin staat Be The Best. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus dat is ook waar wij als Fundamentals voor staan. Dus ik ben hartstikke blij dat ik dit document terug heb weten te krijgen. Nou, vervolgens kun je dus heel simpel zeggen van, hey, ik wil het bestand terug hebben. Kopieer je hem. Doe ik even in dit geval. Kopieer ik hem. Ik zet hem nieuw. Backup. En ik zet het bestandje hierin. Dus, en ik heb nu mijn bestand terug. Ah, dat is dus het meest simpele wat je kunt doen met een Instant Volume Mount. Superleuke innovatieve technologie die we daarvoor gebruiken. Ah, wat je vervolgens dus doet is heel simpel. Je gaat weer naar de schijf. Nou, nieuw Volume F staat hier. Je haalt hem weer offline. Dus de schijf is weer weg. En vervolgens kun jij binnen jouw eigen account in Cohesity kun je zeggen bij de desbetreffende Volume Mount geef je mee tear down. En op deze manier wordt de volume weer, ja, staat hier wel, recovery objects are torn down. En zo is die weer destroyed. Dus nou heb je je bestand terug en kun je weer vrolijk verder met je werk.